De regering en de Nationale Ziekenhuisraad NZR zijn gisteren in een spoedoverleg bijeengekomen om verdere aanpassing van het ziekenhuis lichtdagtarief te bespreken. De regering, vertegenwoordigd door de ministers van Volksgezondheid en Financiën en Planning en het Staatsziekenfonds, SZF, heeft op basis van haar verantwoordelijkheid en de financiële mogelijkheden een voorstel gepresenteerd aan de NZR. De ziekenhuisraad heeft aangegeven dit voorstel nader te bestuderen ten aanzien van het beraad van het ziekenhuispersoneel in het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP. Gaf de regering aan uit te kijken naar een structurele oplossing van de vele problemen in de zorg. Er is behalve het voorstel dan ook gesproken over de strategie en de tijdlijn waaraan gewerkt wordt om de problemen op een structurele wijze aan te pakken. De regering roept het ziekenhuispersoneel op de zorg te blijven garanderen, aangezien er concrete stappen gezet zijn om de inkomsten van ziekenhuizen te verhogen. De regering wacht nu op het besluit van de NZR. De samenleving mag erop rekenen dat de regering er alles aan doet om de continuïteit van de gezondheidszorg te garanderen.